Hoewel er overduidelijk een klik is, komt hun liefdesavontuur in B&B vol liefde abrupt ten einde als Simone tijdens haar verblijf te horen krijgt dat haar moeder naar het ziekenhuis is gebracht. Hoewel Richard belooft haar op te zoeken, neemt hij de uitdrukking uit het oog, uit het hart wel erg serieus en maakt het niet veel later met haar uit via de telefoon. Hij was ineens 180 graden omgedraaid. Hij was niet verliefd, vertelde hij, legt Simone uit, die toegeeft achteraf wel kleine tekentjes te hebben gezien. Richard zei dat ik in Nederland een veel te leuk leven had, omdat ik daar festivals bezocht en veel vrienden had, maar dat was flauwekul natuurlijk. Simone vervolgt, Richard was druk aan het werk om zijn B&B te kunnen openen, ik heb hem daarbij geholpen. Dat was in mei, en ik had plannen om in juli en augustus 2 maanden achter elkaar te gaan. Met mijn werk was alles geregeld. Simone vraagt zich dan ook af of ze het nou zo verkeerd heeft gezien. Ze is er namelijk van overtuigd dat Richard net zo verliefd op haar is, als zij op hem. Inmiddels heeft ze geaccepteerd dat het tussen hen klaar is. Ik moet Richard vergeten en me weer op mezelf gaan focussen, stelt ze. Een nieuwe liefde zou leuk zijn, maar Simone gaat niet op zoek. Als het me overkomt is het prima, aldus de kersverse realityster. Spijt van haar deelname heeft de B&B vol liefdester niet. Ik heb zo'n leuke tijd gehad. En ik heb er een goede vriend en een mooie vakantieplek aan overgehouden. Alleen geen nieuwe liefde. Tja, ik kan Richard helaas niet dwingen. Aan mij ligt het niet, ik voel voldoende vlinders fladderen. Hij blijkbaar niet. Simone benoemt in het interview ook nong even de inmiddels iconische tongzoen, die niet tijdens hun eerste ontmoeting plaatsvond, maar pas veel later. Ja, alles voor de kijkcijfers, hè.